Ik heb ook eens gehad, toen was het zo glad. En ik heb een ATM-kaart mee. Toen moest met de bus. Zo. Met je pompje en dingetje op je rug en een hamertje bij. Ja, dat zou je nou natuurlijk maar voorstellen. Dan zeg je, nou, ga lekker zelf. Ja, maar mijn pomp weegt 40 kilo, als ik die de bus in mee moet nemen. Nee, dat was een handpompje om hem leeg te zuigen, was dat. Ja. Dus dan zat jij gewoon in de bus, in bus 4, dan zit jij met ja, en de ATM-kaart bij je. Ja, ja, ja. Die schaamde je eigenlijk kapot. Ja, maar ja, je blijft het doen wat je al zei. En het tasje weer aan. Je weet niet beter, je weet niet beter. En koud, en geen handschoenen. Dat liep altijd mee. Ja, dat was allemaal niet toen. In 2024 bestaat drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea 150 jaar. Een mooi moment om samen met oud-medewerkers en huidige medewerkers terug, maar ook vooruit te kijken. Ze hebben het werk door de jaren heen zien veranderen, maar delen ondanks alles dezelfde passie voor natuur en water. Dit is de podcast Dunea 150 jaar. Welkom bij weer een aflevering van Dunea 150 jaar, de podcast. Ik ben Remco Verwaaien en hier aan tafel heb ik weer twee mooie mensen van Dunea. En dit keer zijn dat Dick Korving en Ben Bierings. Nou jongens, sorry, ik zeg eigenlijk meteen jongens, maar ja, zo voelt het ook een beetje als ik met jullie zo vooraf praat. Jullie zijn allebei monteur bij Dunea, althans Dick, dat was jij. Ja. Klopt. Je bent inmiddels gepensioneerd. 3,5 jaar ben ik weg hier. Ja. Bij Dunea. En jij bent al wel nog steeds? Ja, ik werk hier nu ongeveer 3,5 jaar. En nou ja, nog steeds goed naar mijn zin. Hartstikke goed. Ja, en waarom ik dat gevoel ook een beetje had, is ik hoorde dat jij Dick ook eventjes hebt opgehaald. Ja, tuurlijk. Met het bussie. Nou ja, dat doen we gewoon voor elkaar, toch? Ja. Ja. Bel hem even op. En, ja. Ben, kom je even alsjeblieft van verhaal en dan met één auto. Ja, dat is het makkelijkste, toch? Ja. Ja, want hoe is dat voor jou, Dick? Want je bent niet meer werkzaam bij Dunea, maar je bent nog wel een beetje betrokken bij die gasten. Ja, nog steeds. Goed gevoel geeft nog steeds. Ja, en dat zal het ook wel blijven. Ja. Ik heb er 46 jaar gewerkt. En het was gewoon altijd thuiskomen. Ja, het was gewoon één grote vriendenclub. En ik weet niet of het nou nog zo is. Het is nog steeds wel zo. Alleen je merkt toch wel nieuwe mensen. Dat is nog een beetje weg. Ja. Maar het is altijd wel echt gezellige groepen. Je moet het toch met z'n allen doen. Want als je bij een grote gat aan staat of een grote lekkage, je kent het niet alleen. Ja. Dus je kan het maar beter met z'n allen doen. Ja, precies. En dat is toch kennelijk zo'n band dat jij gewoon hem even ophaalt. Jij komt nog ook nog wel eens langs bij ze? Ja, ik ga nog vaak even bij ze langs. Even een bakje doen op de pompstation Zoetermeer. En dan een bakje soep, een bakje koffie. Als ik een fietstochtje doe en dan zie ik ze even nog. Even dat vind ik wel leuk. Even een beetje bijbabbelen, even lachen. Ja, want dat merkte ik al toen we hier aan tafel zaten en de audio even werd gecheckt. Ja, jullie zitten zo op één level meteen met dat werk en meteen, dit gebeurde toen. En dan heb je dan, ik vind het ingewikkelde stof. Maar jullie weten precies waar je het over hebt. En Ben, als ik even bij jou begin. Hoe is het voor jou? Want jij werkt nog niet zo heel lang bij Dunea. Nee, ik werk er nu 3,5 jaar. Nou ja, je moet eerst even een beetje je plekje zoeken. Maar je gaat eerst een opleiding ook even in. En zo rol je daarin. En je gaat met al je collega's leren kennen. Zodoende dan rol je er zo in. En hoe ben je erin gerold? Hoe ben jij bij Dunea gekomen? Gewoon brutaliteit. Ik zag een bus rijden. Ik denk, altijd op dat moment werken waar ik niet meer zo zag zitten. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik stuur gewoon een open sollicitatie. En toen ben ik uitgenodigd om een keertje een dagje mee te draaien. Dat viel eigenlijk wel. En zodoende is het eigenlijk gekomen. Kijk eens aan. Je had wel een opleiding al in die hoek of heb je dat toen gestart? Nee, ik ben opnieuw gewoon mijn opleiding begonnen. Hiervoor werkte ik voor een monumentale restaurateur en voor mezelf. Dus dat is toch wel een beetje een andere wereld. Ook wel een andere hiërarchie weer. Ja. Want als je voor jezelf werkt, dan kun je het allemaal lekker zelf indelen. En dat is als je voor een werkgever werkt een stuk minder. Maar het bevalt goed. Goed. Ja hoor, zeker. En je hebt dat gevoel dus wel van een team te zijn. Werk je ook altijd in teamverband? Nee, het meeste werk ik of alleen. Of met één maatje dan. En dan ga je de klusjes af. Het ligt ook een beetje aan wat voor werk je hebt. Als je gepland werk hebt, dan sta je wel altijd met meerdere. Als poetje dan rij je vaak even alleen. En als je mocht geen mannetje erbij nodig hebben, dan bel je even en dan komt er een mannetje bij. Dus dat is allemaal goed geregeld. Qua voorzieningen is het wel goed. Dus, Mooi. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, zeker met zo'n spoedgeval, dat als je wordt geroepen, je moet wel van elkaar aan kunnen, toch? Ja. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen. Ook 's nachts.
Ja. En niet toen je er staat en toen je daar in je eentje staat. Je moet wel met z'n tweeën wezen, om met een derde bij, met een zuigwagen, om met een kraan. Ja. Toen dat weer en de mensen weer gauw de leiding kan repareren. Ja. Ja. En de, want jij, wat is jouw functienaam nou precies? Allround monteur infra. Allround monteur infra. Ja. Heb jij die baan nou ook gehad, Dick? Ja, nee, ja, ik dat denk dat ik... heette die anders? Hoogmonteur. Dat is hetzelfde. Ja, was hoogmonteur. Ja. Ja, er zijn zoveel naampjes hebben het gehad. Je had ook vakman, hulpvakman en weet ik wel maar wat je had. En hoe ben jij binnengekomen? Ik ben binnengekomen in december 1975. Ik kwam uit de scheepsbouw en dat ging toen failliet. Daar heb ik 5 jaar gewerkt. En in 1975 ben ik daar begonnen. Zo? Ja. En dan moest ik echt wel aan wennen, want heet dat? Het was een beetje gang en standen was het daar. Oh, oké. Okay. Ja, een beetje hiërarchie was daar. Ja. En daar moest jij aan wennen als... Ja, ik kwam weer uit de scheepsbouw. Dat was natuurlijk een hele andere tak. En dan, maar daar was eerst, ja meneer, nee meneer en dat soort dingen. Ja, maar nader is dat weer veranderd. Ja, ja, ja. Ja, dat geloof ik ook wel natuurlijk. Baas sprak je niet aan met zijn voornaam. Nee? Nee, dat was toen niet. Echt niet? Nee, nee. Dus jij durfde niet naar... Nou, een directeur of wat dan ook. Ik zou wel durven, maar ik zou niet zeggen, joh Pietje, nee. Joh, weet ik wat. Nee, nee, nee. En dat was toen niet. Had je respect voor je tegenover. Heb jij dat ook zien veranderen? Ja, tuurlijk. Dat heb ik echt zien veranderen. Dus jij bent op een gegeven moment je baas bij zijn voornaam gaan noemen? Of heb jij het altijd gehouden op de achternaam? Ja, echt. Verschillende mensen heb ik toch altijd met de naam benoemd. Ja. Ja. Ja, dat is mooi. En hoe zit het bij jou, Ben? Ja, bij mij is het of de voornaam, en als ik het niet weet, ja, dan is het meneer, maar het is gewoon, ja. Maar ik mag jullie gewoon bij de voornaam noemen? Ja hoor, geen probleem. Maar dat vind ik naar de klant toe ook, hè? Gewoon meneer. Gewoon, ja, natuurlijk. Ja, ja, je kent de mensen voornaam niet. Heb ik altijd gehad. En jij en jou, dus nee. U. Nee, dat zeker. Je moet altijd beleefd zijn en je hebt toch een bepaalde ambassadeursfunctie. Ja. En jij bent toch de mensen die ze zien. Ja. Dus ja, moet je toch ook wel een beetje... Ja, netjes overkomen, zeg maar. Ja, natuurlijk. Dus richting de klant zeker. Hey, en Ben, wat als je nou kijkt naar jouw werk, wat doe jij nou het meest? Ja, storingen verhelpen. Dus mocht ergens water uit de grond omhoog komen, dan bellen mensen dat in. En dan gaan wij er naartoe. Ja. En dan gaan wij ervoor zorgen dat water niet meer uit de grond komt en dat het weer dicht is. En alle mensen weer water hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje... Kijk, en ik moet je eerlijk zeggen, want jij zegt het nu dat er water uit de grond... Hoe zou dat nou kunnen? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ja, je hebt bomen bijvoorbeeld die langs waterleidingen staan en die gaan wortelen. En die wortelen die drukken op een gegeven moment die waterleiding een beetje opzij. Waardoor er of een breukje in komt of dat er een verbinding uit elkaar schiet. Nou ja, dan heb je toch wel gauw met 2,5 bar druk op die leiding, heb je toch wel gauw heel veel water. En dan, Ja, jij zegt alweer meteen 2,5 bar. Je hebt meteen een beeld erbij. En jij waarschijnlijk ook dik, want dat is dan zo... Dat is 25 meter aan waterdruk. Ja. Kijk, oké. Okay, nou ja, bij mij... ik ken wel een bar, maar dat is wat anders. Ja, ja. Hey, en jij hebt altijd ook in de Haagse regio... want ik luister zo naar jullie tongval. Ik begin zelf ook meteen weer als Hagenees een beetje mee te praten. Maar je hebt altijd wel in deze regio of ook wel ergens anders gewerkt? In het begin heb ik even op Zoetermeer gezeten. Ja. En daarna ben ik regio daarna gegaan. Dat vind ik toch ook wel het leukste. Dan ging ik de weg en anders slag mensen wel. Maar ik vind dat altijd wel een beetje een uitdaging. Daarna is wat meer klagen en het is nooit goed. Maar juist dat vind ik juist wel ook leuk. En dat maakt het ook wel weer, noem je dat, een soort uitdaging om dan zo goed mogelijk je werk te doen. Ja, tuurlijk. En hoe geldt dat voor jou, Dick? Heb jij dat ook vooral in Den Haag gewerkt of ook anders? Ik heb 14 jaar in Den Haag gewerkt. En toen op een gegeven moment gingen we verhuizen naar Waddinxveen. Ja. En toen zei ik tegen mijn leidinggevende of van personeelszaken, joh, ik wil wel naar de 10 gemeenten. Ja, ja. Toen heette dat toen. Ja. En dat deed me toch wel pijn. Ik moest op een gegeven moment, zitten we in 7 huizen aan de strand weg. En je hebt op Scheving heb je natuurlijk ook de strandweg. Ja, ja. En toen ben ik al begonnen. Ja. Waarom? En in de klei. Ja, maar hoezo? Ja. Waar ben ik aan begonnen? Om die overstap te maken. Ja, wat merkte je dan? Ja, andere omgeving. Het vertrouwen was weg. Ja, ja, ja. Ja. Oh, oké. Okay. Dus stap in de polder. Nee, zat ik in de polder. Ja, toch een ander soort mensen waren er toch. En de collega's waren ook toch anders dan een Hagenees, zeg maar. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus het vertrouwen was weg. Minder klagers ook, dat wel. Nou, die konden ook wel aardig klagen.
Ja. Ja, dat maakt het toch niet zo uit. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je in de klaagmodus gaat als je natuurlijk ineens met een lekkage of wat dan ook zit. Of geen water hebt. Nou ja, ja, het is altijd vaak vervelend. Paniekmodus. Paniek, hè? Ja, ja, want nou ja, als water natuurlijk via plafond naar beneden stroomt en je hebt geen idee hoe je er vanaf komt, dan ja, krijg je toch een soort stress. Ja, ja, en het is niet gewoon een loodgietertje bellen en dat hij dat even doet. Nee, dit zet je niet even 1, 2, 3 dicht. Dat is de grap daar juist. Ja. Zet er net tegen Ben ook al, ga niet, bestaan niet. Nee. Die mensen moeten weer water hebben, dus die leiding moet toch gerepareerd worden. Ja, ja. Ja. Linksom of rechtsom. Ja, die mensen moeten water uit de kraan stromen. Ja. Hey, en de, Dick, je gaf aan, jij hebt dus echt een hele andere omgeving. Ja. Ben je gaan werken. Daar kreeg je te maken met andere cultuur, ander type mensen ook. Pijnakker. Oh ja, ja. Zijn we toen naartoe gegaan, was het 10 gemeenten. En toen kwam dat andere stuk erbij, hoe heette dat ook weer? Noord-Dorp? Nee, daarbovenin. Sassheim. Oh ja. Lisse, Sassheim, daar gingen we toen ook weer heen. Ja. Het gebied werd steeds groter. Ja. En je rijtijd werd steeds meer. Ja. Hey, en als je dan kijkt van, oké, je hebt Den Haag of een andere gemeente, 10 gemeenten is zoals je het noemt. Wat is er dan jou echt bijgebleven van een moment dat je denkt, nou, dat heb meegemaakt in Den Haag? Dan kijk even naar, ik geef jou even de tijd om te denken. Je hebt iets meer tijd nodig natuurlijk, want je hebt zoveel avonturen vast wel. Hoe zit het bij jou? Brandkranenvandalisme, dat is altijd wel een dingetje in Den Haag. Ja. Ik vind het leuk om te doen hoor, man. Het is ook wel wat gespecialiseerd. Ja, het is wat, je zit wat meer met veiligheidsdingen en het is natuurlijk ook echt een probleem. Ja. Ja, dat is iets wat alleen in Den Haag is. Ja, zodra er een groot voetbaltoernooi is, dan knallen die dingen ook. Ja, 25 graden zon en dan is het de flessen zeepsop erin en een grote schuimparty in de straat. En dan moet jij even het feestje komen verpesten. Ja, dat is dat is dan wel even lastig, maar ja. 9 van de 10 keer zijn de mensen vrij coulant. Ja. Ja, ik heb wel nog maar gehad. En mee toch ook op, hè? Ja, ja. Stenen gooien. Tegenwoordig hebben wij heel protocol. Dus we moeten eerst naar het politiebureau. Dan gaat de politie gaat vooruit. En dan rijden wij erachteraan om hem dicht te zetten. Ja, ja. Maar toen had je dan tussen zijn stenen ging gooien ook wel wat stijl mee erbij, hè? Ja. Laatste collega ook eieren en dat soort dingen. Maar eieren binnen onze heel erg. Nou ja, joh, ik sta toch in het water. Dat spoelt wel weg, maar... Ja. En als ze maar niet hard gekookt zijn. Nou ja, maar ja, je hoort het helaas hè, met de hulpdiensten die tegenwoordig gewoon verstoord worden en stenen gegooid. Het is bijna heel moeilijk begrip voor te krijgen op het moment dat jij dat ding komt sluiten. Mensen snappen niet, jij komt je werk doen. Ja. En jij wilt in ieder geval, natuurlijk, ik begrijp dat hun een pleziertje hebben, maar het is niet de bedoeling. Nee. Het is gewoon, vandalisme. Ja, tuurlijk. Ja, en dan is het voor mensen soms heel moeilijk te begrijpen dat jij eventjes hun feestje kon verpesten. Dat, kijk, en natuurlijk is het grootste gedeelte van je werk is natuurlijk juist die, dat je de mensen wel helpt. Ja. En dat je wel in een vervelende situatie, dat je de mensen daar vanaf helpt. Ja, dat is het mooiste aan ons werk. Wij gaan weg en het probleem is vol. Ja. Dus stel je voor, iemand ergens lekt wat of er is wat kapot ergens. Joh, wij gaan er naartoe, wij gaan het maken. Want ik ook zeg, kan niet, bestaat niet, het moet. Ja. We hebben geen keuze. Ja. Dus je kan moeilijk tegen die mensen zeggen, joh mevrouw, volgende week komen we terug. Je hebt een paar kannetjes water, hè? Dat kan niet. Nee, gelukkig maar. Je wil niet weten als er zo'n brand gaan open staat. En dan gaat hard hoor. 25 meter hoog. Ja. Straatwerk spoelt weg en een hoop schade. En kun je er vaak kinderen nog niet bij komen, want er liggen allemaal stenen te brand gaan. Om hem weer dicht te zetten. Sluit je dan vaak ook het district dicht op? Nee. Je probeert altijd regenpak aan. Ja. En erin. Ja, word je een beetje innovatief. Gaan we eigen gereedschappen maken. En kijken of je toch op een of andere manier die straal af kan buigen. En dat je dan toch veilig je werk kan doen. Ja. Nee, en dan toch, Dick. Ik ben nou toch wel naar jouw verhaal benieuwd. Er was een klachtwaster geweest. Ik zei, nou gaan we erheen. En die man was een hartpatiënt. En ik was schelden, maar met een praatje kon je toch aan. En op een gegeven moment gingen we daar toch, werden we gezoend. Door de, Je hebt hem zo goed geholpen dat hij omsloeg. Omsloeg, de klant. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat toch ook dat gevoel van paniek is waar mensen in zitten. Ja, en dus klagen of altijd negatief. Dat dus voor jullie ook echt in jullie werk heel belangrijk en moeilijk is. Want daar denk je als omstander vaak helemaal niet zo over na. Dat je denkt, je bent heel handig met je handen. Maar er zit een heel ander aspect. Ja, ja, ja. Want je komt ergens waarbij je altijd daarmee om moet leren gaan. Ik heb ook eens een keer gehad, hoe heet dat? Met de wanbetaling. Was in een flat in Zoetermeer.
En die man doet open en de deurwaarder was erbij. Mm-hmm. En die man staat er in zijn onderbroek. En die Monique Bubbel zegt, meneer, wilt u zich even uitkleden? En Rolf, mijn collega was erbij en hoe heet dat? Schiet hij toch in de lach? Wilt u zich even uitkleden in plaats van aankleden? Ja, ja, dat waren leuke dingen, daar blijven we nooit bij. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Een keer ook met een vrouwtje, was hij ook in Sassheim, geloof ik. En die zei ook, meneer, dat water brandt. Die was niet helemaal goed, die vrouw. En dan probeer ik eens, mevrouw, kom nou even mee, dan gaan we het even voelen. En toen even de hand onder gaan en die was geestelijk niet in orde. En toen ging het goed. Ja, ik zeg, ik heb het gewoon drinken. Ja, 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 ja. Ze dacht dat er zoutzuur in zat of zo. Ja, ja, er is niks aan de hand, mevrouw. Nou ja, je komt ook echt bij de mensen dus thuis, hè? Heel verschillende mensen. Ja. Dat lijkt me ook wel weer heel mooi aan jullie werk, dat je met zoveel verschillende mensen in Nederland... Ja, als je weggaat met een klant, dan moet ze, ja, moet ze blij zijn. Ja. Weet je wel, niet al zeggen, god, is, hou je stoepje schoon, veeg het goed aan en dat soort dingen. Ruim je rotzooi op en laat het netjes achter. Ja, gewoon toch? Echt... Ja, en ze doen dat nog steeds. Dus gaatje dicht tikken als tegeltjes eruit zijn. Ja, 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 ja. Ja, je zorgt altijd dat alles bereikbaar is, dat die mensen gewoon met naar huis in komen. Ja, ja. Nou, je bent toch wel de ambassadeur van Dunea. Ja. Ja, nou, dat is, jullie zijn natuurlijk inderdaad visitekaartjes. Want ja, maar, mensen die met Dunea te maken hebben, ja, dat zijn of die ze echt mensen zien, hè, dat zijn jullie. Ja. Want, en hopelijk natuurlijk niet te vaak, maar als je een vraag hebt of een abonnement of wat dan ook wil afsluiten, dan doe je dat meestal telefonisch of in het internet. Maar jullie zijn echt de visitekaartjes. Wij worden erop uitgestuurd om die mensen te helpen. Ja. Dan kun je met zo'n callcenter binnenkomen, maar jij staat daar wel voor de deur. Ja. En nou hebben jullie ook voorwerpen meegenomen. En ik zie bij jou, Ben, wat is het? Wat heb je meegenomen? Dit is een PV-sleutel. Niet tikken. En dit komt uit de tijd van Dick. Dit wordt niet meer gemaakt, wordt bijna ook niet meer gebruikt. Dit is om watermeters mee te wisselen. Die maakte ze vroeger maatje die zelf. Sorry, kan je die nog, dat woord nog één keer halen? Een wat? Een PV-sleutel. Ja, wat moet je wisselen? Een watermeter. Oh, een watermeter. Ja, en dan PV-sleutel staat voor periodieke verwisseling. En dan, hier zitten precies alle boutmaten op die er op een watermeter zitten. Ah. En dan kan je zo heel snel gaan te werk. En dan heb je geen waterpomptangen of andere dingen. Dus dan hou je ook je installatie helemaal heel. Oh, wat goed joh. En daar werk jij nu nog mee? Daar werk ik nu nog steeds mee. Ja. Dus dat is de grap. Het is heel oud, maar het werkt nog steeds. Het werkt nog steeds, want al die pompen die aansluitingen die zijn nog hetzelfde. Ja, ja, het is nog steeds dezelfde mate. Het is een 3/4, hè. Hij heeft eigenlijk een volkssleutel. Oké. Volkssleutel. En heb je daarnaast nog iets liggen wat het ziet eruit als een bieropener. Maar... Ja, is kappentang. Het is om speciale Haagse kappen mee open te maken. Dus wij hebben er potjes voor de deur liggen om eventueel de waterleiding af te sluiten. Ja. Die potjes kon je hiermee openmaken. En ook die gebruik je nog? Ook die gebruik ik nog steeds, ja. Want oud is altijd goed, hè. Dus, en die heb jij ook in je hand gehad? Nee, die andere ken ik niet. Heet dat? Is dat ook voor de ijzerpot? Ook. Die heb ik toevallig weer. Toen was ik aan het werk in Leusduinen. En die meneer die zegt, joh, ik heb ook nog bij Dunea gewerkt, zegt hij. Hij zegt, ik heb druk 20 jaar gezeten. Ik durf zijn naam nu niet meer te zeggen. Maar... Oh nee, ken ik hem? Ja, waarschijnlijk wel, maar... die zegt, joh, ik heb nog een paar van die sleutels voor je liggen. Dus die kwam ook wel aan. Dat is toch wel grappig. Een beetje oude koeien uit de sleutel halen, maar... Leuk, man. Ja. Dus, en nog een klein stukje lekkage meegenomen. Dit is zeg maar wat wij bedoelen met een lekkage. Kijk eens aan. Dus hier een hele veur zie je erin zitten. Oh, dit is dus gewoon... Hier zit inderdaad een... Wat is het? Dit is een polyleiding. Leiding? Het is nog een 32, dus een vrij grotere nog. Ja, een 32. Voor een aansluiting. Is dat met een schep gebeurd? Dit is niet met een schep. Op een elektronen slag. Graafmachine is het. Oh, graafmachine. Ah. En die hebben hem dan geraakt. Dan gaat het ineens heel hard, want dan spaart het water aan de kant op. Ja. En dan moeten wij nog gaan maken. Ja, maar ik moet zeggen, want ik heb hier dus een stukje leiding in mijn hand. Het is niet groter dan 10 centimeter, maar... eigenlijk vind ik het gat wat er dan met zo'n druk achter zit nog meevallen. Dus het is echt een... die leiding is hartstikke stevig. Ja, ja, dus het is echt wel een ding. Maar dit heb je eruit gesneden of geknipt? Het was wat meer, maar ik denk ik nog zo'n klein stukje meenemen. Hartstikke leuk. En dat kunnen we dan ook afklemmen. Dus dan hoef je niet de dienstschellen op te zoeken. En dan klem je gewoon af. Ja. Ja. Met een speciale klem. Ja, nou en Dick, heb jij ook iets meegenomen? Ja, ik heb een foto van de jaren 90 aan het buitenom nummer 18. Ja. Daar ben ik toen ook begonnen, dat is in Den Haag, buitenom 18. Ja. Zullen we even ophouden zo? Ja, tuurlijk. Kijk.
Dan zie je daar het oude gebouw van de inkoop. Ja. En daarachter was de meetwerkplaats. En er was een van de Edström. Een hele oude auto. Een oude LT. Ja. Dus die heb ik toen van Edström gekregen. Maar ja, het is natuurlijk ook nog een oud dingetje alles bij elkaar. Maar want jij staat erop op die foto. Ja, toen was ik in mijn volle glorie nog. Ik denk dat ik een jaar of 39 ben daar. Maar dit is eigenlijk gewoon modellenwerk. Ja, modellenwerk geweest. Dus ik heb die foto heel lang al. Ja, hij is ook ingelijst. Heb je hem thuis hangen? Ja, hij hing bij ons thuis op de slaapkamer. Boven mijn bed. Goed, kijk. Toen kon ik het altijd naar kijken. Maar nou ben ik er een beetje op uitgekeken. Ja. Nee, dan kijk je het. Oud glorie. Ja, en je kijkt er toch mooi op terug. Het is hartstikke mooi wat je mee hebt genomen. En de verhalen met nou ja, hè, notabene met dezelfde apparatuur die jij... dat herken je dus al mooi goed. Ja, en de vorige sleutel wel. Die ken ik nog wel voor me halen. Ik heb wel duizenden meters weg. Want daar begon je mee, vroeger. Ja. In de stad. Mm-hmm, PV hier. Dat PV, periodieke verwisseling. En brandgranen spuien. 3 keer per jaar brandgranen spuien. En dan hadden we op een gegeven moment in de wintermaanden alles op het brommetje. En dan 6 weken in de wintermaanden de brandgranen leegzuigen. Dus het altijd druk mee. Ik hoor jou de hele tijd zo zeggen. Want dat doe je niet meer. Op het scootertje. Op het scootertje. Nee, het scootertje was een mobiletje toen. Okay, een vestpaadje in de aderhand. Dat bedoel ik. Dat gebeurt niet meer. Dat leegzuigen, dat hoeft ook niet meer. Want ja, die brandgranen worden ook beter ontwikkeld. Controle is ook maar jaarlijks. Dus dat zijn echt wel andere dingen. En ik kan me dan ook voorstellen dat het is niet altijd lekker weer buiten. Maar toch zul je in de hagel of in het slechte weer ook je werk buiten moeten doen. En jij moest er dan zelfs op je mobiletje naartoe. Door weer en wind. Ja. En het sneeuwde maar. Ik heb ook eens gehad, toen was het zo glad. En ik heb een ATM-kaart mee. Toen moest ik met de bus. Zo. Met je pompje en dingetje op je rug en een hamertje bij je. Ja, dat zou je nou natuurlijk maar voorstellen. Dan zeg je, ga lekker zelf. Ja, mijn pomp weegt 40 kilo, als ik die de bus in mee moet nemen. Nee, dat was een handpompje om hem leeg te zuigen was dat. Ja. Dus dan zat jij gewoon in de bus, in bus 4, en dan zit jij met pompje. Ja. En de ATM-kaart bij je. Ja. Oh, die schaamde je eigenlijk kapot. Ja, maar ja, je blijft doen wat je al zei. En een tasje gaat. Je weet niet beter. En koud en geen handschoenen. Je liep mee. Ja, dat was allemaal niet toen. En hoe is dat nu? Nou ja, tegenwoordig met PBM's, dat is natuurlijk ook verplicht. Dus dat hoor, maar dan ga je weer met een mooie afkorting. Wat is een PBM? PBM, persoonlijke beschermingsmiddelen. Oh. En dat is je hele handschoenen, werkoveral, werkkleding, werkschoenen, laarzen. Verzin maar zo gek niet. En het is allemaal aanwezig. Want ja, dat is toch wel de basis van je werk. Ja. Spullen goed zijn wat je aan hebt en er komt een heel eind regenpakken. Die zijn ook wel erg belangrijk. Maar jij komt helemaal als een soort superheld. Kom jij die bus 4 in gestapt met je helm op? In de winter zie ik eruit als een Michelin mannetje. Ja. Dat is als winter overal. Jullie hebben gewoon ook een groot kleine pakket. Maar toen ik daar kwam, toen was er haast niks, hè? Hey. Ja, weet je wat? Een Manchester pak. Ja. Nee, ik was een kolenboer. Precies. Ja. Ja. Oké, heren, nou vind het hartstikke leuk en jullie hebben gezellig ook samen een gesprek. Ik heb vragen voor jullie, maar we hebben ook van Michel Helgers, die ken jij zeker wel, ook op beeld nog even een vraag. Want hij heeft een vraag, eigenlijk 2 vragen voor jullie allebei ingestuurd. Oké. Hier komt-ie. Dick, Michel Helgers hier, technisch accountmanager sinds 2 jaar bij Dunea. Daarvoor hebben wij heel veel jaren samengewerkt. En ik was eigenlijk wel benieuwd, wat is nou de meest positieve verandering in je vakgebied? Wat heb je nou als positieve verbeteringen ervaren? Nou ja, ik vind een positieve verbetering in de zuigwagen, de kraan, beter gereedschap, beter beschermingsmiddelen, goed vervoer, standkachel in de auto. Doe je lekker jaren je kleding kunt drogen. Ja, en het is toch allemaal beter geworden. Vroeger ben je de straat op. Toen moest je naar de koffiehuizen toe. Om je boterham op te eten. Maar dat is allemaal denk ik niet meer, hè? Nee. Tegenwoordig eten gewoon de steunpunten. Ja. Of in de bedrijfskantine. Ja. Dus daar zit het idee van vroeger was alles beter. Dat gaat hier dus niet op. Nee. Vroeger was niet alles beter. Nee. Ja, er werd gewoon anders gewerkt. Ik wil niet zeggen dat het beter werd gewerkt, maar het werd harder gewerkt, denk ik. Want we hadden geen kraan, we hadden geen pomp.
hadden niks. Nee, toen hadden jullie wel mensen. Ja, mensen, dat, ja, dat mensen. Mensen was niks. Want wij hebben nu bijna geen mensen. Ja, nee. Ja. En daar, ja, dan moet je toch met dat soort machines moet je toch wel gaan werken. Ja, ja. Anders is het onmogelijk. Maar ja, vroeger mocht je met een machine daar niet in, hè? Je mocht niet tussen de kabels. Oké. Okay. Nee, dan mocht, werden ze gek. Ja, dan is die zuigwagen weer zo'n mooie uitkomst. Ja, want we hadden ook als huisaannemer de HABO. En die legde ook voor ons de hoofdlijn in neer. Dat deden we toen niet. En ja, alles met handje. En vroeger ook die kabeltrekkers. Die stonden met een grote toeter toet. En dan gingen trekken. Alles met de hand. Ja, ja, ja. Maar was het dan ook toen jij bij Dunea kwam, was het dan ook een populairder vak? Of kwamen er veel, werd er veel op jouw functie gesolliciteerd? Nou, heet dat? Ik had toen gesolliciteerd. Ja? En er waren geloof ik 85 sollicitanten. En zo. Ik was de enige. Ja. Maar iedereen wou graag bij, het was natuurlijk een gemeentebaan, hè? Ja, ja, ja. Iedereen wou graag een stukje vastigheid was dat. Maar jij was een van de 85 ja, en één. Jij bent als enige aangenomen. Ja, 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 en ik wil niet opscheppen, maar ze waren vroeger gek op Scheveningers, ja. Die baas. En waarom? Ja, weet ik ook niet. Ja, harde werkers. En ja, van, kwam er natuurlijk een partij van de visserij af. Ja. 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 Ik dacht daar ook, mijn maatje ook, die had ook in de vis gezeten. En ja. En hoe was dat bij jou toen jij ging solliciteren? Jij ja, zei net al, ik heb gewoon een open sollicitatie gestuurd. Ja, er staan gewoon nog steeds 3 vacatures online. Ja, dus, nee, dat mensen krijgen is nu erg lastig. Ja. Want, ja, daarom is het des te belangrijker trouwens om dit soort verhalen te horen. Ja, zeker. Komen kijk, mensen er echt wel achter wat het werk inhoudt. Dus fijn. Ja, maar ik denk de meeste mensen willen de grond niet meer in. Ze willen, ze willen liever ICT'er worden, weet dat ook alweer? Ja, 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 wordt heel erg. Op een podcast omroepen. Ja, ja, maar die moet je echt vermijden hoor, die gasten. Ja, 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 ja. Ja, het wordt natuurlijk heel erg aangemoedigd om aan de wat te leren. Ja, dus, ja. Ja, dan is altijd het resultaat natuurlijk. Ja, 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 maar des te belangrijker. Dus heel fijn, mannen, dat, dat jullie dit ook delen. Ook daarvoor, voor de toekomstige monteurs bij Dunea. Ja. We hebben van Michel Helgers nog een vraag. Niet alleen voor Dick, maar volgens mij is deze wel misschien wel voor Ben. Laten we eens kijken. Ben, ik heb je aangenomen als BBL'er. Inmiddels ben je doorgegroeid tot een volwaardige monteur. Ik ben benieuwd of je van tevoren had ingeschat dat het werk zo omvangrijk is. Nou, dat had ik van tevoren niet verwacht. Ik dacht eerst alleen voornamelijk alleen storingen, maar het is toch wel veel meer als alleen storingen. Dus het is echt wel heel erg allround. Je wordt af en toe ook nog ingehuurd door andere afdelingen. Dus dan kom je ook nog op andere grotere projecten te lopen. Zelf projecten organiseren. Ja, sommige specialistische dingen vind ik ook altijd erg leuk om te doen. We hebben op een gegeven moment hebben een 1500 gerelined in Scheveningen. Oké, okay, mag je weer uitleggen? Een 1500 gerelined? Nou ja, dat is een waterleiding, dat is 1 meter, in ieder geval 1,5 meter diameter doorsnee. Zo. En nou ja, daar kan je gewoon doorheen lopen in principe. Hm. En nou ja, dan moesten we dan een soort, ja, dan blazen daar een soort sok in. En die maken ze dan hard en dan ja, heb je die buis een nieuwe binnenkant. Dus dan moesten we alles voor klaarmaken en ook die buizen in. En die dingen die liggen ongeveer op 10 meter diepte. Dus alles met veiligheid en netjes en helemaal naar beneden. Nou ja, en dat zijn dingen die doe je normaal nooit. Ja. Hey, en was dat in de sprang? Nee, het was pompstation Scheveningen. Ja, maar in de sprang, in zo'n uitloper? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dan gingen we in zo'n ruimhoudkelder gingen we naar beneden. Ja, ja. En dan nou ja, helemaal in hygiënische pakken en ja, ja. Alles voor de voedselveiligheid. En dan erin. Ja, ja. Nou ja, wel heel gaaf ook. Ja. Zo, ben jij ook wel zo diep... Ja, ik ben er wel eens geweest, maar niet zo diep. Want dan moet je wel op zeker. Als hij zegt 10 meter diep, dan vind je toch wel in het zand wel heel diep. Ja, ja. Ja, ja. Vroeger in de kolenmijn deze de eerste kanarie. Ja, 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 ja. Maar dat is zo, man. Maar ja. Die, dat is ook dus heel gevarieerd. Ja, 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 ja. Maar dat was toch denk ik wel een speciaal bedrijf die dat deed, dat reline. Kumpen. Ja. Ja, er speciale bellen gekomen. Dan trekken ze een kous er doorheen. Ja. Die blazen dan op. Ja. Ja. En dan zet hij uit, ja, nee, weer een nieuwe pijp eigenlijk. Dan vullen ze met warm water en dan moet hij weer uit. Ja. En dan ben je die uitdrukking helemaal niet meer gaan lekken. Nee. Nee, want er zat er te veel lekpunt in. En dan nou ja, was dat de beste optie. Ja, vervangen op die diepte is niet te doen. Maar dat was kabbelend water, was dat? Of, nee, dat was... Stond er druk op? Daar stond wel druk op. Maar ja, als wij erin gaan, mag er geen druk op staan. Nee, maar het was het gezuiverd water al? Ja, ja, okay. Schoon water. Okay. Dus, en dan overal dubbel blok. Dus alle afsluiters, 2 afsluiters dicht. Zodat je nergens water in die buis kan komen. Ja, want als dat zou knallen, dan, ja, dan is het te laat. Dat is klaar. Ja. Dan 8 meter onder de grond. En dus, hoe ver ging je dan in die pijp? Ongeveer 50 meter. Dus 50, 55 meter en dan, nou ja. Ja, ja.
en lampjes mee. Ja. En gaan. Yo. Ja, ik, dit klinkt gewoon avontuurlijk bijna, ja, wou ik zeggen. Maar dat is ook dan, is het dan zo dat die variatie dan voor jou ook lekker veel uitdaging meebrengt? Ja, zeker. Yo, ik stap in de ochtend, stap ik op mijn bus. En 910 keer ben ik nog niet eens waar ik aan ga beginnen vandaag. Ja. En dan, ja, hopen gaan we het wel weer zien. En ergens halverwege op de dag word je gewoon weer gepeld. Joh, Ben, daar is een lekkie, ga maar rijden. Ja, ja. En nou, je rijdt er naartoe en je weet, het is, iedere dag is anders. Ja. Dus geen ene dag is hetzelfde. Nee. Dat vond ik ook wel tijd, hoor. Nee, en dat houdt het ook erg leuk, vind ik. Ja. En lekker veel buiten natuurlijk, dat scheelt ook. Ja. Ja. Ja, maar ja, als je zegt, met regen en met hagel, ken dat soms wel. Ja, maar nou, tegenwoordig met hitte ook. Dat vind ik ook wel ramp. Ja, zijn we daar ook wel weer. Hebben we goede veiligheidskledingen daarvoor. Koelvesten. Koelvesten, hebben water. Maar daar krijg je wel weer betiek van. Ja, dat ding moet je nat maken. Ja, dat wel. Ik heb een koelhelm. Koelhelm ook? Ja, okay. En speciale dingetjes voor je helmen. Ja. Maar Dick, hoe was dat dan vroeger voor jou? Want als jij op je Vespa stapte, kun je toch niet de hele dag door bellen? Dat was zo lekker om een Vespaatje. En dan ging je die brandgaatje spuien. En dan, wat is dat, een brandgaatje spuien? Ja, dan moet je de leiding doorspuiten. Okay. Dan kon je van de ene naar de andere brand gaan en trok je het roest en het vuil mee. Oh, ja. Dan ging de lijnnet ging je verversen. Ja. Maar tegenwoordig doen ze dat helemaal niet meer. Want nu heb je vermaasnet. Ja. We hebben één keer per jaar bij principe brand gaan. Ja, en vroeger had je dan maar toen gingen we echt spuien, hè, 3 keer per jaar. Ja, dat doen we bijna niet meer. Maar dan ging jij erop uit met je vespaartje. Ja. Lekker spuien. En vooral de zomermaanden was er wat, leuk zat erin. Op een gegeven moment, s'nachts ben je wel er wakker van, want dan ga ik kletter. En dan plassen natuurlijk. Het geluid blijft in je hoofd zitten. En op woensdagmiddag al die kinderen achter je handen. Ja, die vonden het wel prachtig. En vooral in de zomermaanden. Ja. En vooral die zomermaand van 1976 was onwijs heet. Dus in die vakantietijd. Al die kinderen achter Jan. Ze zijn op zouten. Ja. Maar nam je zelf niet ook wel eens een keer ergens, als je bij een beetje een lekkere plekje zit, een duik? Nee, ja, maar mijn blote voeten erin. Ja, ik ga niet in mijn blote kont. Nee, dat begrijp ik. Ik meen me ook nog te herinneren dat er iets van een verhaaltje was. Dat je wel eens een keer ergens met je collega's ging zwemmen. Oh, we gingen zwemmen, ja. In de pauze gingen we altijd, in de zomermalen dan. In de Vliet. Nee, niet in de Vliet, in Maddenstein. Ja, toen was het nog wel leuk daar. Dus dat kan daar denk ik nou niet meer. Ik ben al jaren niet meer geweest, allemaal huizen eromheen. Ja. En dan een ploegje, dan spraken we af. Dan gingen we daar gelijk de boterham op eten en dan lekker zwemmen daar. Ja, precies. Ja. Ja, ik ging er al een beetje naartoe. Ik had zoiets al namelijk vooraf gehoord. Ja. Maar hoe liep dat af? Oh, ik heb ook nog een keer met een collega van mij. Was aan de Rotterkade was dat. En het was heet. En we zaten helemaal onder de klei. En ik had geen zin om een regenpak. Dus al mijn kleren waren vies. Ik zei tegen mijn collega, kom, we gaan zwemmen. Dus wij naar de Rotter toe. Op die brug. Bij de Raspringen. Oh, bij de politie. Ja. Hij zei, meneer, zegt hij. De man moet de kinderen moeten mee. Maar de oudere man loopt van de brug op te springen. Ja. Dat was leuk toen. Ja, jij kon uitleggen, want jij moest gewoon weer verder werken natuurlijk. Ja, maar je mocht dan niet springen. Nee. Want daar had je ook een bordje in. Nee. Ja, verboden te zwemmen. Nee, hoe krijg je anders je kleren schoon, toch? Ja. Ja, nee, maar het was heet. Ja, want dat noemde je net ook. Die weersuiterste, dat heb je natuurlijk wel. Heel koud of koud. Slecht weer en heel heet. Ja. Maar gelukkig dus voor iedereen die zeg maar nu wil solliciteren, die hoeft niet bang te zijn dat hij dan met zijn eigen kleertjes. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, maar goed. Alles wordt tot in de puntjes voorzien. Dus je krijgt zo mutsen, handschoenen. Muts ook, hè? Ja, muts. Ben je kleine pakket? Ja. 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 Noem het maar zo gek niet op en alles is er. Nee, alles wat het nodig is toch weer een verandering van tijd weer. Ja, zeker. Alles wat we nodig hebben om te werken, dat als je voor een kaarsje nodig had om te solderen, weet je wel, loodsolderen. Ja, dan gebruiken ze in twee. Maar toen in de midden, die magazijnmeester, dan kan je hem niet gebruiken. Ja. Maar jij, Dick, want hoe lang zijn nou dat je inmiddels alweer gepensioneerd bent? Ik zit, ik kan me bijna niet voorstellen. 3,5 jaar al. 3,5 jaar. Dus eigenlijk op het moment dat jij wegging. En toen kwam Ben. Toen kwam jij. Ja, ik heb Ben toen nog een keer gezien. Toen kwam je, hoe heet dat? Die proefperiode. Proefdagje draaien. Ja. Oké. Dus jullie hebben elkaar wel heel kort nog even gezien. Ja. En hoe was het dan om na zoveel jaar afscheid te nemen? Hoe ging je weg? Ja, ik ging met Wim Dorsten, had ik een gesprekje. En dan schieten toch de tranen in je ogen. Ja, dat deed toch pijn. Ja. Het was altijd voor mij thuiskomen, omdat het gewoon een eigen grote familie was. Toen in die tijd. Ja, nou ja, toen in die tijd, 3,5 jaar geleden. Maar als je ook terug gaat verder. Ja. Ja, 46 jaar, niet niks natuurlijk.
Nee, zeker niet. En vanaf, jij... vanaf 75. Ja. Ja, en je bent met een mooie... Met een mooie grap ben je zeg maar op je laatste... Niet je laatste werkdag, maar wel je... Wat was het nou? Je de laatste storingdienst. Ja, weet de laatste storingdienst, ja. Wat hadden ze gedaan? Ze met Bergse Bos ingestuurd. Oh, waar is dat? Ja, in Bergse Hoek. Ja. En ja, dat is lekker in het Bergse Bos. En ik daarheen. Ik denk, ik vind die, joh. En ik had mijn zoon, ik was net toevallig, het was 10 uur, ik was met mijn zoon naar de sportschool geweest. Ja. Ik zei, Roy, kom, we gaan mee. Rij even mee. Dus wij het Bergse Bos in zoeken. Ja, je moet er toch wezen. Er zijn mensen met een hond daar langs geweest. En daar lekt daar wat. En dan staat daar een spuikkastje. En ik zei, zet te kijken, je wil een spuikkastje met een foto van mij erop. Dat was mijn laatste storydienst. En het was mistig daar en donker. Ik dacht, goh. Ja, daar gebeurden ongelukken daar. Ik dacht, moet ik hier nou doen? Ik dacht, er loopt helemaal geen leiding daar. Maar ik heb toch dat spuikkastje kunnen vinden. Ja, en wat stond erop? Ja, een foto van me. Ja, en, bedankt voor alles. Ja, precies. Ja, dat is een mooie manier. Ja, toch? Maar toen was het, ik was 54, hè, ik kon gewoon stoppen. Ja. En nu moeten ze nog gewoon door. Ja. 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 Ja, en je bent na die storingdienst heb je nog jaren. Ja, doorgewerkt. Doorgewerkt, ja. Of aanwezig zijn, noem maar. Ja, nou oké. Okay. Laten we het doorgewerkt noemen. Ja, dat was wel leuk. En als jij het zo hoort, jij bent nu al bang als je een keer naar het Bergse Bos moet? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, nee, tegenwoordig met storingsdienst gaan ook, in de huidige maatschappij moeten we gewoon met z'n tweeën gaan. Ja? Ja, je wordt tegenwoordig steeds gekkere verhalen. En je hebt toch best wel een beetje met agressie te maken. Mm-hmm. En als je dan s'avonds om 11 uur naar bepaalde plekken toe moet, dan voel je er toch wel prettiger bij als je met z'n tweeën moet. Ja, natuurlijk. Ja, dat geloof ik. En dat is gelukkig dat je dat dan ook doet en... Het blijft staan. Niet gaan is geen optie, hè? Nee, ja. Als de mensen naar huizen vol lopen, dan heb je toch wel een soort probleem. Ja, tuurlijk. Ja, het is maar water, hè? Het is maar water. Maar ja, water kan een hele hoop schade in de bierwoning. Als je nu zo terugkijkt op jullie carrière tot nu toe. En voor jou ook nog steeds tot nu toe. Als je ik het over zou moeten doen, zou ik het weer doen. Ja? Dit. Ja. Dit is toch wel je passie? Het was gewoon één grote familie. Mijn passie was het. Ja. Had ik, hoor. Ja, voor mij wel hetzelfde. Ik ging nooit met tegenzin naar mijn werk. Nooit. Nee. En wat is... Daar ben ik toch wel stiekem naar benieuwd. Wat is dan dat echte stukje passie? De passie, ja. De samenhorigheid en de gezelligheid. En toen je wat voor elkaar over hebt. Als collega's zijn. Ja. En als er wat was, je ging elkaar helpen. En joh, aansluiting... Maken jullie er wel een aansluiting in? Ja, soms. Of soms. Vervangen doen wij nog regelmatig. Ja. Dus dan de oude eruit en dan de nieuwe erin trekken. Ja. En dat gaat tegenwoordig ook allemaal met een kraan. Ja. En alleen niet in het zand, hè? Nou, loopt die vast. Nee, het zand gaat ook gewoon. Ja, maar dan gaan ze stropen, toch? Ja, dat maakt niet uit. Dan wordt het een soort harmonica. Ja. Dan trapt hij mij helemaal op. Ja. Maar die P, die trekken we gewoon door. Okay. En dat is geen probleem. Dat gaat helemaal goed. Ja, ik heb het wel eens aangeprobeerd met om PE te trekken. Maar dat en lood, dan wordt één krul en dan loopt het vast in het zand. Nee, we trokken. Hele oversteking. Ja, ik heb toen met Van Dalen toen een keer die test gedaan. Ik zou trouwens heel even zeggen, want jullie zijn nog steeds in de podcast. Ja. Maar dit gesprek, dit is toch heerlijk. Jullie praten inderdaad. En het vindt ook zo leuk, want jij bent toch benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar hem hoe het gaat. Jij legt ook zonder ook maar iets probleem, leg je gewoon uit hoe je dat doet. Ja. Dus het is mooi om toch gewoon te zien. Ja, maar je weet waar we over praten. Hè? Ja. En dan zie je het ook voor je. Ja. En wat als je die passie voor jou bekijkt? Waar zit hem voor jou dat in? Ja, ik vind werk gewoon echt wel heel leuk. Het is heel divers. Ja. Dat houdt het ook echt wel, hoe zeg je dat, leuk. Ja. Het wordt niet saai. Nee. Een collega is altijd bereid om je te helpen. Er is echt wel een soort vorm van samenhorigheid. Ja, dat is gewoon gezellig, joh. En je zit ongeveer 80% van je dag zit je toch op je werk. Dus je kunt daar maar beter aan je zin hebben. Tuurlijk. Dan dat ik thuis zit, zeg maar. Ja, ja. Nou, dat begrijp ik heel goed. En... Toch, heren, ben ik toch benieuwd naar jullie. Hebben jullie nog een wens voor de toekomst? Voor Dunea? Voor de medewerkers van Dunea? Ja, ik vind toch... nog lang en gelukkig bij Dunea mag werken. Maar ook naar mijn andere collega's. Oh, ja. En toen je elkaar kan blijven respecteren met werk. En toen je wat voor elkaar over hebt. Ja, en voor elkaar klaarstaat. Zeker. Ja. Eigen grote familie. Nou ja, dat. En dat moet ook nog eens overal zo blijven. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de charme ook wel van het werk. Ja.
Ja, in de toekomst, joh, we zien wel een beetje wat Schipstrand. Ja. Het zal altijd leuk zijn als je op een gegeven moment weer een functietje over kan komen. Nou ja, op die manier ook weer wat beter wordt in je werk. Ja, ja, ik ben altijd nog wel gelukkig geweest, ook nog met mijn functie. Ja. Ik hoefde niet zo gauw door te groeien en dat soort dingen. Nee, joh. Ja, als het wordt aangeboden, dan is het allemaal... Ja, ja, ja. Maar ja, ik ben misschien toch een beetje, ja, door mijn leeftijd misschien, toen je vast gaat roesten en ja. Ik heb natuurlijk ook wel verschillende dingen gehad, hoor, qua baantjes. Maar wat wens je Dunea voor? Nou, totdat het weer 150 jaar door kan blijven bestaan in deze wereld. Ja. In deze hele slechte wereld waar we nou tegemoet gaan. Kijk eens aan. Oorlogen en gekkigheid. Denk tot het allemaal goed afloopt. Ja. En voor jou, ja. Ben? Ja, ik had een beetje eigenlijk hetzelfde. Ik wou hetzelfde zeggen. Maar toch dat het ook wel... Dat de mensen blijven komen. Dat er nog steeds wel mensen zijn die ook dit beroep willen uitoefenen. Ja. Want dat is toch wel... Ja, je merkt toch wel dat het een beetje uitstervend is. En dat is toch wel erg zonde. Ja. Want het is hartstikke leuk om te doen. Ja. Ja. Mooi. Nou, heren. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Ja, dit was natuurlijk hartstikke mooie promo ook naar al die toekomstige monteurs bij Dunea, hoor. Ik weet het zeker, want jullie hebben heel goed neergezet hoe het leven van een monteur eruit ziet. En ja, fijn om met jullie twee, iemand met jaren en jarenlange ervaring en iemand die, nou ja, met een aantal jaar ervaring te maken heeft. Dus dank jullie wel. Heel bedankt. Ja, ik bedankt. Ik vond het heel gezellig en leuk. Ja. Nou, zo vond ik het ook. Ja, ik zou zeggen, tot over 150 jaar, dat we elkaar weer hier mogen ontmoeten. Samen met die knappe man daar. Zelfde plaats. Mannen, dank jullie wel. En wil je nou nog meer van deze leuke gesprekken terugluisteren of terugkijken? Ga dan naar YouTube of naar jouw favoriete podcastkanaal. En zoek op Dunea 150 jaar de podcast. Hartstikke leuk, toch? Ja. Ik weet dat jullie het al hebben gedaan. Ik zeg toen. Zeker. Nou, tot de volgende. Hoi, bedankt. Yes.